Goedemorgen trouwens, allemaal. Blij dat je weer kijkt. Ondanks akelige dingen die de afgelopen tijd gebeurd zijn. We gaan vandaag naar de dierenarts. Want Bartje, mijn enige schipperke, loopt op 3 pootjes. Ouderdom, artrose, zeg het maar. Dat hopelijk krijgt hij een injectie en kan hij straks weer een beetje pijnloos verder. Dus dat zullen we even afwachten. Nu even fietsen. Dierenarts zit in Rotterdam. En Bartje zit in Stefan. Ik weet niet of dat te zien was. Ja, een beetje ruis op de telefoon, denk ik. Maar dat komt door de wind. Ik ben nog niet zo geavanceerd dat ik allemaal dempers en microfoontjes heb. Wie weet komt dat later. Kijk. Hoi. Tuin. Hoi. Hoi, goeie. Bruggetje. Even goed vasthouden die iPhone. Ik denk dat ik hier maar even langs ga. Even een mooie omgeving, lekker rustig. Sabalero. Wel eens gehoord van het merk Caballero. Toen ik ooit nog eens rookte heb, als 14-jarige. Maar al gauw het roken opgaf. Vieze stinkerijen in je mond. Wacht. Zo, dan rijden we onder de rondweg door en kom je van de ene wijk in de andere wijk. Hier maar even langs, ook wel leuk. Bernhardlaan. Mensen druk bezig. Renoveren van hun huis. Schilderen, opknappen voor de winter. Ja, wat ga ik doen deze winter? Wat ga je doen? Na zoveel verdriet.
Als je binnen 4 maanden je kind verliest en je partner. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Denk eerst maar eens even tot rust komen. En verder met mijn rouwproces. Kom op, nieuwbouw. Ja, we hebben hier ook een hotel vol van. Nou, moet ik hier oversteken? Want eerlijk gezegd weet ik niet of die wijk daarachter met elkaar, of ik daarachter had door kunnen fietsen. Of dat met elkaar in verband staat. Hier is ook een hele mooie wijk. Prachtig om te fietsen. Maar ik moet hier zijn. Hier naar het land, want daar is de dierenarts. Nou, niet hier. Hier is een prachtig sportcentrum. Daar is het denk ik. Oké. Is dat niet dat hij hier zat? Sportcentrum. Daar zit Keilstra. Ik ken alleen de naam van de ambulance dienst, Keilstra. Ja, ambulance zorg. En daar gezondheidscentrum. Even een vrouwtje mee, hè? Even naar binnen, even kijken hoe het is met je pootje. Kom maar hoor. 1, 2. Oh, klein beestje. Ja, poepen van de zenuwen, dat kennen we. Even mijn kakzakje pakken. Nou, de boodschap is niet zo leuk. Bartje. En ja, Bartje. Bartje heeft pijnstillers gekregen. Zijn knie is helemaal op.
door ouderdom, versleten. Nou, eerst 3 weken pijnstillers. En dan terugkomen voor nieuwe. Als hij er wat van opknapt misschien. En anders is het helaas einde oefening. Voor onze lieve Bartje. Bart, wat voor domme. Godstomme. Mis ik 4. Personen en beestjes waar ik van hou in 4 weken tijd. 4 maanden tijd. Dat is nog niet te geloven. Keep on doing the things you love. Thank you.